Welkom bij nou Spellen Zonder. Leuk dat jullie weer zijn. En dit keer willen we met jullie gaan kijken naar Star Wars Armada, uitgegeven door Fantasy Flight Games. Het is een spel voor twee spelers waar je ongeveer een 2 uurtjes mee zoet bent. En in dit spel kruip je in de huid van ofwel de Imperials ofwel de Rebels en heb je een vloot tot jouw beschikking waarmee je je tegenstander probeert uit te schakelen. Er zijn allerlei verschillende missies die je kunt spelen, maar over het algemeen komt het erop neer om je tegenstander gewoon van het speelveld af te knallen. Degene die daar als eerste in slaagt of in ieder geval de meeste schade kan berokkenen aan zijn tegenstander, wordt de winnaar van dit spel. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er precies in deze doos zit. Het spel is gemaakt door James Niven en Christian T. Peterson en wij krijgen. Dit is niet helemaal eerlijk. Dit is niet wat je standaard in de basisbox krijgt. Ik heb al wat uitbreidingen waardoor ik wat meer schepen heb om mee te spelen. In de basisbox krijg je een Victory Class Star Destroyer voor de Imperials. Je krijgt een frigate en een corvette voor de Rebel player. En je krijgt wat TIE Fighters en wat X-Wing om mee te beginnen. Verder krijg je alvast de meteorieten, wat space debris en space station die je op de tafel kan gaan leggen om mee te gaan spelen. Je krijgt de Engelse regels, Fantasy Flight, met aan de ene kant de rules reference, waarin alle verschillende termen die je tegenkomt nog een keer uitgelegd staan en gewoon het regelboek zelf. Wat overzichtelijk weergegeven is met een paar leuke voorbeelden en je stap voor stap meeneemt door de verschillende fases van het spel en extra regels die je kunt toevoegen om het steeds uitdagender te maken. Verder krijg je deze bijzondere liniaal waarmee je de verplaatsing van je grote schepen gaat berekenen en die kan op allerlei manieren knakken zodat je de bochten kan berekenen. Je hebt een afstandsberekenaar voor als je op andere schepen wil schieten met je grote schepen of met je kleine scheepjes. Uiteraard krijgen we allemaal statistiekkaarten voor de verschillende schepen die we kunnen gaan spelen. We krijgen missiekaarten, we krijgen de woundkaartjes, referencekaartjes, kaarten voor de squadrons aan fighters die we hebben met ook weer speciale piloten die erbij komen. En we krijgen een hele berg aan tokens, dials en dobbelstenen. En ook die zijn weer voor de verschillende schepen, scenario's, etc. Maar dat is wat we krijgen. En ja, en wat ik jullie nu gelijk al eens even wil laten zien is het detail wat op deze schepen zit. Dat is ontzettend gaaf. Als we bijvoorbeeld kijken naar gewoon de standaard Victory Class Star Destroyer die je bij het basisspel krijgt. Dat het detail echt geweldig is. Je hebt hier de rijen boordkanonnen, de brug en ook gewoon alle uitlaten van het schip. Die zien er gewoon heel super vet uit. Zelfs in de gleuf tussen de twee verschillende decks, waar dus de fighters onder andere uit kunnen komen en waar wat kanonnen gemonteerd zitten, daar zitten zelfs allemaal kleine details op dit schip gemonteerd. Het is gewoon erg gaaf gedaan. De miniatures zijn erg mooi en ze komen geschilderd en wel in de box. Maar laten we maar eens een potje gaan opzetten. En zo ziet het spel er aan het begin uit. Ik heb even een simpel oefenscenario opgezet. Beide spelers maken een vloot. Je kunt van tevoren bepalen hoeveel punten je wilt spenderen aan de vloot. Onderaan elk schip zul je zien staan hoeveel punten het kost om het schip in het spel te brengen. Dit is de Victory One Class Star Destroyer. Om die in het spel te brengen moet ik daarvoor 73 punten gebruiken. Dan heb je nog kleine ship upgrades. Sommige hebben een symbool van een schip. Dat betekent dat ze alleen maar werken in dit geval op de Victory One Class. En dat kost ook weer punten. Maar dat is meer voor het geavanceerde spel. In het basisspel doen we geen upgrades. Kijken we puur naar de schepen zelf. In mijn scenario heb ik een voorbeeld gedaan met beide spelers 120 punten. Wat betekent dat de Imperial speler zijn Victory Class Star Destroyer heeft. Bombers. Een elite squadron fighters, TIE fighters en gewone TIE fighters. Aan de andere kant hebben wij bij de Rebels een frigate, een corvette en een elite squad X-Wing. Kaarten die je gebruikt voor de verschillende squads, die representeren altijd een groep fighters. Je kunt meerdere squadrons hebben op één kaart. Ik heb nu gewoon één elite
versie van de TIE Fighters. Daar staat deze dame op. Dat is gewoon een bijzondere piloot. En dat zie je terugkomen. Op de base van dit squadron staat die dame weer afgebeeld. Dus dan weet ik van oké, dit is mijn elite unit aan TIE Fighters. En de anderen hebben haar niet afgebeeld. Dus dan kijk ik naar mijn reguliere TIE Fighter squadron voor de juiste statistieken. Op die manier stellen beide spelers een vloot naar keuze samen. Elke schip in het beginscenario begint met een snelheid van 2. Maar speel je het gewoon regulier, mag je zelf beslissen met welke snelheid jouw schip van start gaat. Verder staat er op jouw schip een commandwaarde. Bij de Star Destroyer is de commandwaarde 3, dus dat betekent dat je 3 command discs krijgt. De frigate heeft een commandwaarde van 2 en de corvette heeft een commandwaarde van 1. Wat betekent dat je maar 1 of 2 command schijven krijgt. Dan heb je nog wat defense symbolen. Je zoekt de bijbehorende defense symbolen terug op de losse fiches. Die kunnen op sommige elite fighter squadrons zitten en de schepen hebben ze sowieso allemaal. Nou, die leg je met de groene zijde bij de respectievelijke schepen. De initiative marker, oftewel de first player token, die gaat in eerste instantie naar de rebels. We leggen wat debris neer in ons speel area. We hebben deze hoekjes gekregen om aan te geven waar de grens zich bevindt. En voor de camera heb ik hem iets kleiner gemaakt dan die eigenlijk zou moeten zijn. Het mooiste is 3x3, dus 90 bij 90 centimeter. Of zoals mijn plaat is 120 bij 120. En het ligt er een beetje aan hoe groot je vloot is, hoe groot je de strijd gaat maken. Binnen handbereik leggen wij de dobbelstenen, de woundkaarten en we hebben deze 6 fiches om aan te geven hoe lang het spel duurt, 6 ronden. Uiteraard de 2 linealen die we nodig hebben, eentje om de koers van de grote schepen te bepalen en eentje om de afstand te bepalen van, voor het vuren en voor de squadrons. Dan gaan we onze schepen in het spel brengen. In de regels heb je gewoon een setup, afhankelijk van het scenario dat je speelt, heb je gewoon een gedeelte aan jouw zijde van het bord waarbinnen jij jouw schepen mag plaatsen. En dat gaat dan om de grote schepen. De kleine schepen, de squadrons, worden altijd binnen 1 of 2. En dan ga je kijken naar deze kant, de squadron kant van deze liniaal. En dan binnen 1 of 2 van een groot schip geplaatst. Dus ik zou deze maximaal hier neer kunnen zetten. Maar ik hou ze iets dichter bij mijn grote Star Destroyer. Leuk om te weten, dit is een basisopzet wat ik ga doen om gewoon het spel te laten zien. Ben je wat verder, dan kun je zeggen ik ga alles verder uitbouwen. Dan kun je piloten of commandanten aan boord sturen van jouw grote schepen. Die geven ook weer bonussen, die kosten natuurlijk ook weer punten die onderaan vermeld staan. Maar dan kun je bijvoorbeeld Darth Vader op jouw Victory Class Destroyer zetten, die geeft een leuke bonus. Onderaan de grote schepen staan een reeks symbooltjes. Dat zijn upgrades die je erop kan doen. Voor elk symbool kun je zo'n soort upgrade erop zetten. En daarvoor heb je dus allerlei upgrade kaartjes met zwaardere kanonnen, speciaal getrainde crew. En die geven dus ook weer allemaal nieuwe bonussen die je kunt toevoegen. En met elke uitbreiding die je koopt krijg je weer nieuwe kaartjes, waardoor je weer nieuwe combinaties kan maken. Maar dat is leuk om mee te experimenteren. Wij gaan echter gewoon kijken naar het basismechanisme en hoe het spel speelt. En dan kun je jezelf daar vandaan gaan uitbouwen. Dus laten we maar eens gaan spelen. Het spel wordt gespeeld over 6 rondes en in elke ronde gaan we door 4 fases heen. De eerste fase is de command fase. In de command fase ga jij een command geven aan jouw schip. En daarvoor gebruik je deze command dials. Als je het spel begint, dan moet je ze alle 3 gaan neerleggen. Maar houd er rekening mee dat elke ronde gaat er maar 1 command af. Dus je moet effectief met dit soort grote schepen 3 beurten vooruit denken. Want deze command is bijvoorbeeld afgegaan. In de volgende command phase ga ik hier een nieuw commando voor geven. Ik wil bijvoorbeeld iets aanpassen in mijn maneuvering. En die gaat onderop. En dat betekent dat die pas over 3 rondes weer tevoorschijn komt. En tot die tijd moet ik het doen met de andere commands die ik erop gezet heb. Wat doen deze command dials precies? Daar staan 4 symbolen op. En je kiest gewoon 1 van die symbolen om dat bepaalde commando te geven. Laten we eens even kort langs gaan. Dit is het navigatiesymbool. Als je dat gebruikt, dan mag je de speed van jouw schip 1
veranderen, dus één omhoog of één omlaag doen. En bij het bewegen mag je de yaw 1 veranderen. En met de yaw bedoelen ze deze lineaal. Normaal zou je bijvoorbeeld op snelheid 2 één klik bogen maken. Dus één klik naar links, één klik naar rechts. Met een extra yaw mag je dus een extra klik doen op één van de kliks die je al kan doen. Dus dan kun je een wat scherpere bocht maken. Dus dat kun je met de navigate doen. Het tweede symbool is het squadron symbool. Daarmee kun je squadrons gaan activeren die binnen bereik zitten van jouw schip. Ze moeten binnen mid-range zitten. Dat betekent op de range lineaal dat ze binnen het eerste of het tweede segment zitten van het schip waar dit commando vanuit gaat. Alle fighters die daar binnen zitten mag je op dat moment activeren en die mag je zowel verplaatsen als laten aanvallen. De hoeveelheid squadrons die je mag activeren komt overeen met de squadronwaarde van jouw schip. Als je kijkt naar deze Victory 1 Class Star Destroyer zie je dat de squadronwaarde is 3, dus ik mag 3 squadrons activeren. Het volgende symbool wat we zien is het Concentrate Fire symbool. Als je dat gebruikt mag je als je een aanval doet, dan mag je eigenlijk tijdens alle aanvallen die je doet met dit schip een extra dobbelsteen gooien van de kleur naar keuze. Beperkt in die zin dat je alleen de kleuren mag kiezen die je daadwerkelijk gooit. Dus als je aanvalt met alleen blauwe en rode dobbelstenen mag je of een extra blauwe of een rode erbij leggen. Maar je mag niet zeggen doe mij maar er een zwarte bij. Je moet wel kiezen uit de kleuren die je hebt. Dus dat is Concentrated Fire. Gewoon lekker extra schieten. En het laatste symbool is het Repair symbool. En daarmee krijg je een aantal Engineer Points gelijk aan jouw Engineering waarde. Ook daarvoor ga je weer naar je schip. En dan zie je dat ik 4 Engineering Points heb. En die kun je gebruiken om reparaties aan je schip uit te voeren. Voor 1 punt mag je een schild verplaatsen naar een andere hulzone. En daar gaan we gelijk natuurlijk eventjes naar kijken. Als wij bijvoorbeeld kijken naar deze Star Destroyer. Die heeft aan deze kant 3 schilden. Hier heeft hij 3 schilden. Maar aan de achterkant heeft hij wat minder sterk. Daar heeft hij maar 1 schild. Voor 1 punt zou ik bijvoorbeeld als dit schild weg is. Poep. Kunnen zeggen van oké, ik haal hier 1 schild af. En dat draai ik aan deze kant erbij. Voor 2 punten mag ik gewoon een schild herstellen. Je mag nooit meer schilden hebben dan je maximumwaarde. En die staan gewoon afgebeeld bij de respectievelijke zijdes. En voor 3 engineeringpunten mag ik een damage kaart weghalen. Gaandeweg het spel, als mijn schilden de vuurkracht van mijn tegenstander niet meer tegenhouden, ga ik damage krijgen. Voor 3 engineeringpunten kan ik dus een damage kaart weghalen. Maar dat zijn de 4 symbolen. Je gaat dus in het geheim bepalen welke symbolen je wanneer nodig hebt en in welke volgorde je ze af wil laten gaan. Als alle spelers hun command disc geplaatst hebben, en dus de nieuwe disc die je dus weer gaat plaatsen deze ronde komt onderop, en dat betekent dat die dus afgaat in het geval van de Star Destroyer pas 3 ronden later. En je ziet dat zo'n Corvette heeft maar 1 zo'n disc, dus die kan elke beurt aanpassen aan de omstandigheden. En dat heeft ook zeker zijn charmes, maar die is weer wat minder krachtig in het schieten. Maar dan gaan we naar de tweede fase en dat is de ship phase. Dat begint met de speler die het initiative heeft. In dit geval is dat de Rebel player. Die kiest een van zijn grote schepen. In dit spel spreken we gewoon over schepen en squadrons. Ik heb 1 schip, 3 squadrons. Hij heeft 2 schepen, 1 squadron. Hij begint met het kiezen van een van zijn schepen. Hij laat de command dial zien. En daar staat op wat hij gaat doen. Hij heeft gekozen om een squadron te activeren of om squadrons te gaan activeren. Als je de command dial openlegt, moet je gelijk kiezen uit 2 opties. Of je gaat hem gebruiken voor wat het is. In dit geval kan ik mijn squadrons gaan bewegen. Nou, dan heb ik er maar eentje, maar dan zou ik die kunnen gaan laten vliegen. Dus misschien dat hij zegt van nou, ik gebruik de command dial niet voor het effect wat erop staat, maar in plaats van daarvan neem ik hetzelfde tokentje en dat leg ik op mijn schip. En dat kan ik dan op een later moment inzetten. Die tokens hebben eigenlijk allemaal hetzelfde effect als de command dials, maar dan iets zwakker. Hiermee kun je een aantal squadrons activeren gelijk aan je squadron waarde. Met een squadron, met zo'n command fiche kun je 1 squadron activeren. En zo hebben ze dus allemaal wat kleine bonusjes. Er is een beperking. Je mag geen
dubbele fiches op je schip hebben. En de hoeveelheid command tokens die je op je schip mag hebben is gelijk aan je command waarde. Dus in dit geval mag deze met een command waarde van 2 er 2 fiches op hebben. Maar het voordeel is, je mag dat fiche gewoon gebruiken op het moment dat je normaal ook de command actie zou kunnen doen. Alleen het is gewoon een wat zwakkere actie. Maar dan kun je bijvoorbeeld zeggen, nou, ik hou hem eventjes bij me en wie weet dat hij me verderop van pas komt. Maar hij kiest voor het fiche. Dus hij gebruikt zijn command dial niet. Dan mag hij vuren, niks binnen het bereik. Dan gaat hij verplaatsen. Hij verplaatst met een snelheid van 2. En dan ga je op de kaart kijken wat je dan voor opties hebt. Met een snelheid van 2 mag ik een klik doen op de eerste gedeelte van de lineaal. En een klik doen op de tweede gedeelte van de lineaal. Zou ik met een snelheid van 3 vliegen, dan mag ik op de eerste sectie van de lineaal geen klik doen. Op de tweede sectie mag ik 1 klik doen. En op de derde sectie mag ik 2 kliks doen. Nou, hoe ziet dat er in het echt uit? Ik pak de lineaal. Mijn snelheid is 2, dus ik kom op dit vakje terecht. En ik mag een klik doen bij 1 en een klik doen bij 2. Oftewel, ik mag zeggen, ik doe hier een klik en ik doe hier een klik. Om zo bijvoorbeeld een bocht te draaien. Of ik kan zelf zeggen, ik ga een slalom maken. Dan klik ik die andere kant op. En dan kan ik op die manier net eventjes een gekke beweging maken terwijl ik vlieg. Jullie zien deze leuke inkepingen, die zitten overal bij. Je zult merken dat die naadloos passen. Ik leg hem aan het verkeerde schip, dat weet ik. Bij de voorkant van jouw base. Rekening waar je wel mee moet houden is, als je hem aan deze kant er tegenaan legt, betekent ook dat je aan deze kant van de lineaal vliegt. En wat niet mag gebeuren, we vliegen met een snelheid van 2, is dat je bij de eindpositie over de lineaal heen komt te staan. Dat kan niet, dat mag niet. Als dat gebeurt, dan is dit dus een illegale move en zul je een andere move moeten doen. Dan zou ik hem dus bijvoorbeeld aan deze zijde erin kunnen klikken. En dan zie je dat ik wel legaal deze verplaatsing mag doen. En dan kan het natuurlijk nog zo zijn dat je met jouw schip op je eigen kleine scheepjes terechtkomt. Dus als ik bijvoorbeeld hier vandaan vlieg en ik kom hier terecht, dan zet ik deze aan de kant en dan plaats ik mijn schip. Omdat ik zelf in mijn eigen vliegtuigen ben gevlogen, mag de tegenstander bepalen waar deze opnieuw geplaatst worden. Ze moeten sowieso grenzen aan de base van het schip wat er overheen gaat. Nou, wat is voor mij gunstig? In dit geval kan ik bijvoorbeeld zeggen, ik zet ze aan de achterkant. Het zou ook zo zijn als ik squadrons van de tegenstander zou overlappen. Degene die vliegt, die maakt de fout door ze te raken. De tegenstander mag ze zelf plaatsen. Aangrenzend aan de base van het schip wat de overlappende verplaatsing maakt. Het zijn fighters, ze zijn klein en wendbaar genoeg, dus ze houden er geen damage aan over. Wat wel gebeurt als twee grote schepen elkaar raken. Als bijvoorbeeld de speler op een groot schip afstormt en dus de foute koers heeft gezet of niet op tijd kan draaien. In dit geval, ik vlieg met 2, dus ik zou hier uitkomen. Nou, dat kan niet, want daar staat de Star Destroyer. Wat je dan doet, is je gaat net zo lang terug op je lineaal, tot je een snelheid hebt gevonden waarbij je veilig kan staan. In dit geval kan ik bij een snelheid van 1 kan ik wel veilig staan. Ik denk ook dat ik onmiddellijk mijn snelheidsdial moet aanpassen naar de huidige snelheid. Ik ben gewoon afgeremd, ik moet in de ankers om te voorkomen dat ik crash. Sterker nog, we zijn effectief gecrashed. Want nadat ik dat heb gedaan, krijgen beide schepen een standaard damage kaart. Dan willen we natuurlijk eigenlijk ook zien wat er gebeurt als je hem kan aanvallen. Als je gaat aanvallen met een schip, heb je effectief 2 aanvallen. Je mag 2 aanvallen doen vanuit 2 verschillende hulsecties. Oftewel, je zult zien dat elke base verdeeld is in 4 hulsecties. En je kunt vanuit 2 hulsecties aanvallen. En met een hulsectie kun je ofwel een schip van je tegenstander aanvallen, ofwel je kunt alle squadrons aanvallen die binnen die sector zitten. En in dit geval, laten we de Star Destroyer nemen, zou dat betekenen dat ik alle squadrons kan aanvallen die binnen dit tot en met hier zitten. Daar heb ik vuurbereik op. Dus daar moet je voor kiezen. Maar je kunt dus vanuit elke hulsectie maar 1 aanval doen.
Je mag twee aanvallen doen. Daarnaast hebben we nog zoiets als line of sight. Op de basis van elk schip zit een geel puntje bij elke hull. En om een line of sight te berekenen moet je dat gele puntje pakken als het startpunt. En dan naar het gele puntje gaan van het schip van de tegenstander. Als je daarbij door zo'n sector moet, dat betekent dat je vanaf vanaf dat punt niet kan schieten op dat schip. En dan kan ik wel heel moeilijk met mijn figuurtjes gaan zitten clearen, maar er staat een prachtig voorbeeld in. Hier hebben wij de Star Destroyer, hier hebben we een frigate. Vanuit de fronthull kan die schieten op de squadrons, die allemaal binnen zijn bereik zitten. Hij kan vanuit de fronthull schieten op de zijkant van deze frigate. Hij kan vanuit de fronthull schieten op de voorkant van de frigate. De achterkant redt hij niet, want daarbij moet hij dwars door deze rode lijn. Dus dat betekent effectief dat hij door die sector heen moet. Dus daar heeft hij geen zicht op. Nou ja, zo simpel werkt dat mechanisme. Leuk gedaan. En dat maakt dat je soms net wel of net niet kan schieten op iets twee keer. En je zult ook zien dat die kruizen weer verschillen per schip. Als je daadwerkelijk kan aanvallen, eens even kijken of ik dat red. Ja. Als ik met mijn lineaal de base kan aanraken van de tegenstander, kan ik erop vuren. Line of sight is alleen voor het bepalen of ik hem kan zien. Ligt er debris tussen, heb ik geen line of sight, kan ik niet vuren. Squadrons zijn zo klein, daar heb ik geen last van. Ik heb alleen last van andere schepen. Nou. Maar ik kan hem raken. Ik zet de lineaal tegen mijn base aan. En dan ga ik kijken of ik zijn base kan aantikken. Zijn miniatuur is niet belangrijk, het gaat om de base. Die moet ik aan kunnen raken, dat kan ik. De afstand wordt bepaald door welk sector je kan aanraken. Nou, dit is point blank, midrange en long range. Ik zit op long range. Daar zien we alleen maar een rood symbool, dus ik mag alleen maar met de rode dobbelstenen gooien. Normaal gesproken mag ik aan de voorzijde van mijn schip vuren met deze 6 dobbelstenen, 3 blauwe, 3 rode. Maar omdat ik zo ver moet schieten, verlies ik van in long range. Verlies ik de blauwe dobbelstenen, die gaan maar tot hier. Dus effectief kan ik alleen maar aanvallen met de 3 rode dobbelstenen. En op een dobbelsteen kun je eigenlijk 3 verschillende resultaten krijgen. Nou, stiekem 4, maar het 4e resultaat is gewoon een blanco zijde. En dat betekent gewoon dat je mist. Maar we kunnen de standaard hit krijgen. Sommige dobbelstenen zijn best goed. En die hebben zelfs dubbele hits erop zitten. Maar dat is gewoon een reguliere hit. Dan hebben wij dit symbool. Dat is een critical hit. En dan hebben we nog dit symbool. En dat is een symbool waarmee je de defense tokens van je tegenstander gaat uitschakelen. Nou, laten we voor het voorbeeld eventjes zeggen dat ik dit heb gerold. Dat is best een mooie worp. Effectief is dat 1, 2, 3 hits, waaronder een critical. En ik kan ook nog een defense token uitschakelen. Er zijn verschillende soorten defense tokens die elk een eigen eigenschap hebben. Alleen hou er rekening mee, bij 1 aanval mag je elk symbool maar 1 keer gebruiken. Zoals de frigate heeft 2 keer dit defense symbool. Daar kan hij er effectief maar eentje van inzetten. Wat doen al die verschillende defense symbolen? Nou, daar hebben we een mooi reference kaartje van. Maar je hebt zoiets als de brace, dat is deze. Als je die gebruikt, dan halveer je de hoeveelheid schade die je krijgt. Dus in plaats van 3 hou ik nu nog maar 2 schade over. Het wordt afgerond naar boven. De evade betekent gewoon, afhankelijk van de range, dat je een dobbelsteen kan cancelen. Bijvoorbeeld, ik wil de critical hit uitschakelen. Hoewel, ik heb nog schilden, dus laten we maar de 2 hits uitschakelen. Doe je met medium range, dan kun je zeggen van nou, een van die 3 dobbelstenen mag je opnieuw gooien. En is het short range, point blank, zoals we dat noemen, dan werkt de evade niet, want dan ben je gewoon te dichtbij. Maar het is long range, dus ik kan hem inzetten om bijvoorbeeld een dobbelsteen te cancelen. Nou heeft de aanvaller dus dit symbool gegooid. Dat noemen ze officieel het accuracy symbool. Dus wat ik doe is ik zeg, jij mag in deze aanval dit symbool, deze defense token, niet gebruiken. Nou, dat is dan deze dobbelsteen die ik ingezet heb. Blijft er 3 damage over. Nou, hij activeert bijvoorbeeld deze defense. Dat halveert hem, dus dan krijgt hij nog maar 2 damage. Dan gaan we kijken naar het schip zelf. Het schip heeft aan de voorzijde waar hij geraakt wordt 3 schilden. Daar komen 2 hits op. We draaien 2 schilden weg. En verder is er nog niks aan de hand. Critical hits heb je geen last van, zolang de schilden het absorberen. Zou die ook maar 1 damage hebben gekregen en er is een critical hit gegooid, dan krijgt hij een critical hit. Dat betekent gewoon simpelweg
normale damage die je krijgt komt in de vorm van deze damage kaarten. Die leg je ook gewoon blind neer. En zou je een critical hit krijgen, dan leg je hem open. Telt nog steeds als gewoon een hit. Dit zijn twee hits. Maar daar zit ook nog eens een keer een nadeel op. In dit geval moet je een defense token wat je hebt liggen kiezen en weggooien. En daarna leg je deze kaart om naar een reguliere hit. Dus dat is best heftig. De defense tokens die je hebt, die kun je in principe maar twee keer inzetten. Alleen de tweede keer is gevaarlijk. Als je ze groen zijn, kun je ze inzetten, worden ze rood. Zijn ze rood, kun je zeggen van nou, als ik mijn schip verlies, heb ik er sowieso niks meer aan. Dan kun je hem nog een tweede keer inzetten. Gewoon voor de eigenschap die erop staat. En met dezelfde beperking dat je het symbool niet twee keer mag gebruiken in één aanval. Maar dan verwijder je hem effectief van jouw schip en kun je hem dus nooit meer inzetten. Rode symbolen worden aan het einde van de ronde weer omgedraaid naar groen. En die kun je dus de volgende beurt weer opnieuw inzetten. Hetzelfde geldt voor als ze met zo'n accuracy token weggehaald zijn. De volgende aanval kun je ze al gewoon weer inzetten. Dus alleen voor deze aanval werkt die niet. Maar als ze rood zijn en je gebruikt ze dan nog een keer, dan ben je hem permanent kwijt. Maar ja, als je daardoor je schip kan redden, is dat echt af en toe wel de moeite waard. Maar zo simpel werkt eigenlijk het aanvallen. En je zult zien dat bepaalde elite squadrons dus ook voorzien zijn van defense tokens, waardoor ze dus ook moeilijker uit de lucht te schieten zijn. Dat is de ship phase, waarin we dus onze command dial openen en besluiten of we die gebruiken. Daarna gaan we vuren en daarna gaan we vliegen. Dan gaan we naar de derde fase en dat is de squadron fase. In de squadron fase mogen alle squadrons die je niet gebruikt hebt tijdens de tweede fase. Leuk aan dit spel, als je een squadron gebruikt, dan zit daarop een klein schuifje. Je zegt van oké, deze heb ik gebruikt bijvoorbeeld met een squadron command fiche of een squadron command tile. En dan zeg je oké, is gebruikt, ik duw hem in en we gaan naar de rode kant. Dus ik kan hem deze ronde niet meer inzetten tijdens de squadron fase. Maar zolang je dat nog niet gedaan hebt, kun je hem gewoon gebruiken. De squadron kaarten geven gewoon aan hoeveel snelheid je hebt, hoe ver je mag vliegen, in dit geval 4, hoeveel levens je hebt, hoeveel aanvalsdobbelstenen je gooit als je op een andere squadron aanvalt en hoeveel aanvalsdobbelstenen je gooit als je een groot schip gaat aanvallen. Deze fase begint ook weer met de speler die het initiatief heeft. Die kiest 2 van zijn squadrons en daarmee mag hij ofwel bewegen ofwel een aanval doen. Nou, zoals we al hadden gezien, de aanval van een squadron is wat beperkt, want ze hebben maar een bereik van 1. Dus binnen dit moet je een schip kunnen raken om erop te kunnen schieten. En het verplaatsen werkt gewoon op dezelfde manier als met de grote schepen. Alleen heb je niet die gekke knikjes erin. Je hebt gewoon een rechte lijn. Maar je kunt overal dwars doorheen vliegen en overal overheen gaan. Omdat je natuurlijk een squadron bent. Je kan makkelijk om en over die Star Destroyer heen gaan. Mijn TIE's hebben bijvoorbeeld een afstand van 4 die ze kunnen afleggen. Nou, ik wil bijvoorbeeld naar die kant, naar die flank vliegen. Hier is dus de 4. Je kunt ook zeggen, joh, ik wil niet het volledige bereik gebruiken. Dus ik ga maar tot en met 3. En hatsaflatsie, heb een verplaatsing gedaan. Nou, zo simpel is dat. Per squadron activatie mag je dus 2 squadrons aanwijzen en daar ga je ofwel mee vliegen ofwel mee aanvallen. Alleen als je de command dial gebruikt voor de squadrons, dan mag je zowel vliegen als aanvallen. Dus dat is wel even belangrijk om rekening mee te houden. En belangrijk, squadrons, net als de grote schepen, staan niet stil in de ruimte. We hebben geen handrem en een beetje doodhangen. Dus ze vliegen minstens 1 en maximaal de hoeveelheid die afgebeeld staat op jouw squadron kaart. Als een squadron zich binnen 1 bevindt van een vijandig squadron, dan noemen we dat engaged. Zo'n squadron, deze 2 squadrons, zijn engaged. Als een squadron engaged is, wil dat zeggen dat hij niet verder mag vliegen. En dat hij dus eerst de andere squadron moet aanvallen voordat hij ships mag aanvallen. Maar zo ga je dus je squadrons verplaatsen. En als je ze verplaatst hebt, dan zet je dus dat switchje om aan te geven van oké, ik heb hem verplaatst. En dit is wat ik gedaan heb. Dan gaan we naar de laatste fase van de ronde. En dat is de statusfase. In de statusfase leg je exhausted defense tokens weer terug naar de groene zijde. Zodat je ze opnieuw kan inzetten. De initiative token wordt omgedraaid naar de andere kant. En dat vind ik echt een grappig mechanisme. Je ziet dat al die fighters hebben nu een rood lipje wat eruit steekt.
We draaien hem om naar de rode zijde. Dat betekent dat deze dus nu weer allemaal actief zijn. Als je ze nu activeert, druk je hem in en dan komt de blauwe tevoorschijn. We zitten in de rode initiatiefronde. Dus dat betekent dat deze al geweest is. En de volgende beurt draaien we weer om. En zo ga je heel makkelijk bij kunnen houden of je een squadron al gebruikt hebt of niet. Erg listig verzonnen. En we gaan natuurlijk de round marker voortzetten. We gaan naar ronde 2. De 1 halen we weg. En we gaan de volgende beurt in. Nou, het spel gaat zo door tot je alle schepen van je tegenstander uitschakelt. Of aan het einde van de 6e ronde gaan we kijken wie de meeste punten heeft. En dan ga je dus gewoon kijken als ik bijvoorbeeld als Imperial speler deze 2 schepen heb weten te vernietigen. Dan zijn die 2 schepen bij elkaar 57 en 44 punten waard. Nou, mijn tegenstander is er misschien in geslaagd om deze te vernietigen samen met nog wat TIE's. Nou, ook dat tel je bij elkaar op en dan ga je gewoon kijken wie de meeste punten heeft vernietigd. En dan wordt dat de winnaar van het spel. Maar het is natuurlijk veel leuker om gewoon lekker elkaar van het bord af te knallen. Dan zijn er nog een paar kleine regels waar ik snel even overheen ga. Je hebt verschillende objecten die je in de ruimte neer kan leggen. Als jouw schip dat overlapt, dan krijg je daarvoor damage. Je kunt er wel verder om doorheen vliegen, dat maakt niet uit. Maar als je beest erop eindigt, krijg je in het geval van de space debris, krijg je 2 damage. Meteorites 1 damage. Dan is er nog een repair station waar je kan aanmeren. Daar krijg je weer extra engineerpunten om te herstellen. Verder. Als je vanuit een squadron aanvalt, dan moet je dus kijken als je een andere squadron aanvalt of een schip, welke dobbelstenen je gooit. Datzelfde geldt voor deze grote jongens. Ze hebben standaard de ship aanvallen gedrukt staan op de template van hun base. En ze hebben hier staan welke dobbelstenen zij gebruiken als squadrons aanvallen. In dit geval de Star Destroyer is niet zo goed tegen squadrons. Die gooit enkel en alleen 1 blauw dobbelsteentje. Als je daarentegen gaat kijken naar de frigate. Die vuurt standaard met 2 blauwe dobbelstenen op die squadrons. Dus die is alweer een stuk listiger. En zo moet je dus ook de krachten van bepaalde schepen gebruiken. Voor waar ze heel goed in zijn. Uiteraard ook de schepen hebben een aantal levertjes. Die staan hier vermeld. Dat noemen ze de hulwaarde. 8 levertjes voor deze en 5 en 4 voor deze 2 knakkers. Maar op die manier gaan we elkaar te lijf. Je kunt het spel dus gaan uitbreiden met losse schepen, waardoor je vloot imposanter wordt, waardoor je dus met meer punten tegen elkaar gaat staan en dus met nog gevaarlijkere tactische posities probeert elkaar weg te schieten van het bord. En op die manier kun je steeds interessantere potjes gaan maken. Maar zo speel je Star Wars Armada. Als fan van de klassieke Star Wars films ben ik echt heel erg te spreken over Star Wars Armada. De vormgeving van de grote schepen is erg gaaf gedaan. Ontzettend veel detail zit erin. En wat ik vooral erg sterk vind aan dit spel is dat je echt het idee hebt dat je een admiraal bent die de vloot van zijn factie bestuurt. En daar moet je ook serieus vooruit over denken. Want die grote schepen die bewegen met een aanzienlijke snelheid door de luchtledige. En proberen daarbij zo efficiënt mogelijk tegenstanders uit te schakelen. En als jij een misrekening doet, vooral bij die grote jongens, dan heb je 3 beurten nodig om dat weer te corrigeren. En wie weet of je dan nog wel in leven bent. Dus het is heel belangrijk om goed vooruit te denken. Welke command dials je wanneer gaat plaatsen. En hoe je daarmee omgaat. En dat vind ik een super tof aspect. Dat geeft mij echt het gevoel dat ik in zo'n grote space battle bezig ben. En probeer te overzien van wat gaat mijn tegenstander doen. Welke posities zijn slim om te keuzen. En wanneer moet ik welk order geven. Terwijl mijn schepen gewoon met macht 3 doordenderen door de ruimte. En hetzelfde geldt natuurlijk voor mijn tegenstander. Want de punten die elke schepen toegekend heeft, die zijn gebalanceerd. En die maken dat elk schip in principe gewoon uit de lucht geknald moet worden. Alleen je moet schepen op een bepaalde manier benaderen. Je gaat deze Imperial Class Star Destroyer niet op dezelfde manier aanvallen als dat je dit Corvette schip gaat aanvallen. Deze is sneller, wendbaarder, maar heeft amper armor en heel weinig hulwaarde. Dus die heb je zo uit de lucht. Dus daar ga je niet voor de frontale aanval. Hiermee ga je waarschijnlijk eerst al die fighters opruimen en dan proberen om die grote jongen uit de lucht te knallen.
Of je gebruikt de wendbaarheid en de hoge snelheid om over het speelbord te racen. Wat ik trouwens niet gezegd heb, je bakent een gedeelte van je tafel af. Ik heb dan toevallig een mooie plaat in ruimtethema. Je hebt ook allemaal grote soort muismatten met een space achtergrond waarop je kan spelen. Vlieg je buiten het afgesproken veld, dan is je schip ook weg. Je moet wel zorgen dat je een beetje serieus let op waar je naartoe gaat vliegen natuurlijk. Wat dit spel gewoon heel goed doet, is een combinatie geven van het gevoel dat je lekker met een ruimtebattle bezig bent. Dus het is niet het dogfighten zoals in X-Wing Miniatures. Je bent echt vooruit aan het plannen, strategieën neerzetten en tactische beslissingen maken. En dat combineert het met een hele leuke tweaking naar je eigen smaak. Ben jij een agressieve speler, dan wil je waarschijnlijk schepen hebben die lekker hard kunnen schieten en knallen, een klapje kunnen hebben en vervolgens ook nog met redelijke snelheid over het bord kunnen jagen. Ben jij meer een tactische speler, dan zul je misschien kijken naar wat voor speciale eigenschappen kan ik eraan toevoegen, wat voor unieke wapens of commandanten of kapiteins kan ik erop zetten en kan ik me omringen met een paar gave elite squads om wat backup te regelen. Je kunt alle kanten op, je kunt het spel aanpassen aan je eigen smaak. In het basisspel, zoals ik zeg, heb je deze twee schepen voor de Rebels, deze jongen voor de Imperials en je krijgt een handje TIE Fighters en X-Wing om daar omheen te gooien met natuurlijk de benodigde kaarten om daar ook een beetje aan te tunen. En elk schip wat je koopt geeft je weer natuurlijk een nieuwe miniatuur, maar die geeft je ook weer nieuwe updates voor de schepen die je al hebt. Dus dan kun je bijvoorbeeld bepaalde kanonnen die met dit schip komen, kun je gebruiken bij je andere schepen om daar bijvoorbeeld eens leuk mee te spelen. Als het symbool maar overeenkomt. En dat vind ik ook een tof mechanisme. Nou ja, verder, de manier waarop je vliegt door de ruimte met deze gekke kniklineaal vind ik ook echt briljant verzonnen. Daar kun je hele rare flight paths mee maken, waardoor je dus opeens hele gekke kronkels om mensen heen kan maken in S-vormen. Zeker als je de hele wendbare schepen hebt die meerdere kliks kunnen maken op meerdere hoeken. Is dat ontzettend gaaf om te doen. En kun je dus hele gekke flight paths maken in plaats van gewoon een rechte lijn. En ook hierbij geldt alleen het eindpunt waar je hem neerzet telt. Dus als je tussendoor door een schip heen vliegt, dan kan dat gewoon. Het is de ruimte, driedimensionaal, et cetera. Maar aan het einde moet je natuurlijk niet overlappen. Maar dit vind ik een briljante lineaal. Kritiekpunten die ik heb. Je krijgt bij het basisspel maar één zo'n lineaal. Het is een tweespelerspel. Geef je hem de hele tijd heen en weer. Hij is los te kopen. Ik adviseer je om er nog eentje te kopen. Want als je er allebei eentje hebt, is gewoon net zo makkelijk. Het tweede punt wat ik eigenlijk nog veel kanslozer vind van Fantasy Flight is, je krijgt eigenlijk veel te weinig dobbelstenen in het basisspel. Ook dat kun je weer loskopen. Een beetje geldtrekkerij vind ik altijd jammer, want het zijn stomme dobbelstenen. Kom op, gooi er gewoon lekker een handvol in. Maar vooruit, je moet eigenlijk echt gewoon een tweede set kopen, anders heb je gewoon kansloos te weinig dobbelstenen. Enfin, dat is ongeveer het hoogtepunt van mijn kritiek op dit spel. Verder ben ik echt super onder de indruk van hoe het speelt. Ik geniet immens van deze battles. Wat ik al zeg, ik heb echt het gevoel dat ik als een admiraal kijk naar mijn vloot, kijk naar de tegenstander en probeer te deduceren wat zijn de beste posities, op welk moment ga ik mijn fighters inzetten, wanneer ga ik voor een concentrated fire, wanneer ga ik repareren. En zeker met mijn grote jongens moet ik daar redelijk ver vooruit denken, want het duurt 3 ronden voordat mijn beslissing een keer naar boven komt als ik opeens iets anders wil. En ja, zo probeer je elkaar te uitdenken, te overtroeven. Ja, dat spelletje, dat vind ik super gaaf in in deze game. En dat maakt ook dat ik Star Wars Armada ontzettend waardeer. Ik vind het echt een aanrader als je houdt van X-Wing Miniatures, maar je denkt, joh, ik vind het dobbelen net te veel geluk hebben. Ik zou graag wat meer tactieken erop los willen laten. Probeer dit spel. Het heeft heel veel overeenkomsten, maar het is precies verschillend genoeg om een groot gedeelte van de geluksfactor van het dogfighten in X-Wing Miniatures weg te nemen en te verplaatsen of te vervangen door strategie, het vooruitdenken en de juiste keuzes maken op het juiste moment. Dus ja, super gaaf spel en het krijgt van mij daarom ook gewoon dik 4 sterren.
Bellenzolder.